Dan zou dit gewoon moeten lukken, volgens mij. Ik zie het helemaal lopen, dus dat komt allemaal goed. Uh, de volgende, Shark Talk alweer. Uh, de tweede in de reeks als het gaat over de verkiezingen richting uh, november, 22 november van dit jaar. En uh, ik kijk uh, om een prachtig landschap uit uh, als ik naar die kant kijk. En ik kijk naar uh, de nummer 11 op de lijst van de BBB, Marieke. Uh, aan, de, aan de overkant, ja. degene die in de video wil meekijken, die kunnen het meekijken. We hebben een schitterende, mooie background gemaakt, helemaal voor vandaag ingericht. Uh, want uh, uh, daar heb je een Limburgse landschap, daar hadden we ook heen kunnen filmen. Maar het wordt zo meteen donker en dan zie je helemaal niks meer. Dus uh, vandaar dat de setting even op deze manier. Uh, uh, dus je moet gewoon geloven dat het hier prachtig is. Um, welkom bij Shark Talk. Dank je wel. En uh, thanks dat ik hier mocht zijn, want het is altijd een fijne rit om richting het zuiden te rijden. Nu woon ik zelf in midden Limburg, zoals de meeste mensen inmiddels weten. Maar na het, uh, na het zuiden rijden, dan krijg je echt wel een andere soort omgeving meer te zien. Dat is natuurlijk altijd wel het mooie van, uh, van Nederland. En uh, specifiek nog eens een keer Limburg. Dus dat is altijd wel een aangename uh, rit. Zou ik het zo zeggen. Um, maar je hebt een superduk schema, dus laten we er vooral meteen induiken. En uh, de meeste mensen kennen mijn stem, maar misschien even goed om jezelf te introduceren tot mensen ook kunnen wennen in jouw stem. Ja, leuk en uh, ja, superleuk dat je als zo'n mooie rit hebt ervaren naar het Zuid-Limburgs. Ik heb het zelf ook elke keer als ik uit de Randstad bijvoorbeeld kom, omdat ik daar uh, voor een cursus ben geweest of een dagje uit dat ik denk van ja, fantastisch uh, om weer hier in Zuid-Limburg te komen. Dat is voor mij echt altijd thuiskomen. Zeker als ik dat laatste stukje zo oprijd, het <laughs> weggetje binnendoor uh, naar, uh, naar mijn huis toe. Um, ik zal me even voorstellen, ik ben Marieke Weijenas. Ik ben 30 jaar en ik woon dus hier in uh, Gulpen, waar je ook uh, vandaag uh, te gast bent. Um, en waar we deze uh, podcast uh, opnemen. Um, wat uh, doe ik? Ik ben... Uh, uh, Eerst ben ik zeven jaar ongeveer advocaat geweest. Ik heb een eigen bedrijf gehad samen met mijn vader en mijn twee broers, een familiebedrijf dus. En ik heb uh, ongeveer anderhalf jaar geleden de overstap gemaakt uh, naar het Openbaar Ministerie, waar ik nu werk. En daarnaast ben ik ook uh, tien jaar gemeenteraadsled geweest in deze uh, mooie gemeente. Uh, privé uh, ben ik uh, getrouwd met uh, Tom. En ik ben opgegroeid in IJsers, een dorpje. Zeg maar. Als je hier een beetje doorkijkt, ja. dan zie je het liggen. Het ligt achter die heuvels. Um, en um, ja, daar ben ik opgegroeid. En samen met die twee broers waar ik het net over had, waar ik het advocatenkantoor mee heb gehad. Uh, en met mijn ouders, uiteraard. Ja, dat is een heel, heel stevig duidelijk. Begint toch? Ja. <laughs> uh, nou ja, de, 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 je zegt al, je komt uit de advocatuur. Je zit nog steeds in de advocatuur. Maar dan de andere kant. Ja, dat is toch wel anders. Want okay. uh, advocatuur, dan, dan uh, opereer je zeg maar echt alleen. Hè. Je yeah. bent zelf verantwoordelijk voor je zaak, et cetera. En je behartigt het belang van je cliënt. Bij het Openbaar Ministerie ben je de aanklager. Dus dan werk je voor de overheid. Uh, okay. En die, uh, ja, die nemen ook de vervolgingsbeslissing Dus dat ja, is wel een hele andere positie. Is wel nog steeds een toga-beroep. Want. Uh, net zoals de rechterlijke macht, is bijvoorbeeld een, ook een ander Toga-beroep rechter. Uh, dit is wel nog steeds een Toga-beroep, maar wel ja vanuit een andere invalshoek. Het, het is dezelfde ruimte, maar een andere positie in die ruimte. Exact. Ja, Alleen, okay. er is nog een verschil. Oké, okay. leg me uh, vooral uit, want ik heb hier uh, geen verstand van. <laughs> in die zin, ik ben hiervoor civiele advocaat geweest. Het is geen strafrechtadvocaat. En dat betekent civiele advocaat. Het gaat eigenlijk over alle geschillen tussen burgers onderling. Dus daar kun je denken aan een echtscheiding... aan een conflict met je werkgever... aan een conflict met je huurbaas... een conflict met je buurman... Of over de grens, over een boom die over de erfafscheiding hangt, of over een schutting die is geplaatst. Maar dat kan ook gaan over grote geschillen tussen ondernemers. Over geldvorderingen, over BV's en noem maar op. Dus ook daarin heb je heel veel verschillen. Maar dat is dus wat ik hiervoor heb gedaan. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, maar je noemt nog zoveel op, dan denk ik, wat heb je dan niet gedaan binnen de als advocaat? Zijn, want dan je doet de kleine, de burgers en je doet bedrijven. Wat heb je dan nog meer? Ja, er zit wel nog een accentverschil okay. in. In die zin, ik was hier dus ook lokaal als ondernemer actief, als advocaat, en daar stond ik vooral particulier en kleine ondernemers bij. Okay. En ik deed vooral eigenlijk arbeidsrecht en huurrecht. En ik heb ook nog een tijdje persoon- en familierecht gedaan. Um, en dat betekent. Uh, in die zin dat het allemaal ja, kleinere geschillen zijn. Dus die hele grote zaken, tussen hele grote bedrijven, ja, die behandelde ik niet. Dus het ging hier zeg maar, om het MKB, het middenkleinbedrijf... bedrijf, die dan bijvoorbeeld een geschil hadden met hun werknemer over een loonvordering. Hè. Dus dat een werkgever zei van ja, ik heb je genoeg geld uitbetalen. Werknemer zei: sorry, werkgever, maar het klopt niet wat je zegt. En ik dien een vordering bij jou in. Dus dat soort zaken moet je dan uh, aan denken, eigenlijk. Um, maar de Advocatuur is heel divers. Als het uh, bijvoorbeeld over de advocatuur gaat... zie je heel vaak uh, dat mensen het beeld hebben van de Zuidas... Hè, waar mm -hmm. uh, grote advocatenkantoren zijn, veel rijkdom. Ja, zo is de, ja, de echte advocatuur, zo moet ik het misschien niet noemen... maar in ieder geval de advocatuur, van advocatuur ja. zoals we het uh, hier kennen in het Zuiden... zit wel anders in elkaar. Het zijn over het algemeen kleinere kantoren... en je behandelt eigenlijk problemen van mensen van alle dag. Dus ik noemde er net al wat op, hè, mm -hmm. zoals een echtscheiding... Uh, conflict over je werk, over je huis... Um, en dat was eigenlijk waar ik me uh, mee bezig hield. Ja, kijk, sommige mensen die kijken natuurlijk hele uh, toffe series. En dan zoiets, uh, natuurlijk als, als, als een van de voorbeelden, yeah. natuurlijk die je honderd keer genoemd zal zijn. Uh, ja, dat zijn natuurlijk altijd de, de, de grotere zorgen die de, die de maatschappij kent. Um, maar ja, je hebt natuurlijk uh, van alle lagen van de bevolking tot in ieder geval het recht moet kunnen spreken. En daar zit je dus uh, vanuit verschillende posities nu in. In het verleden dus in het gedeelte en dan nu vanuit het OM. Um, en dan denk je tussendoor, ja, als ik naar buiten kijk, dan wil ik ook nog iets, nog iets anders van de maatschappij doen. Want uh, ja, bezig zijn met het recht is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van, van, uh, van de maatschappij. Um, maar wil je ook ja iets vanuit de gemeenschap doen, zal ik het zo zeggen. Hè? Want je be begint hier. Uh, ik weet niet welke gemeente dit. Gulpenwitten, gulp ja, oké, okay, gulp gulpen Witten. Ja, Wittem. Wittem, um, ja. Uh, en dan denk je, ja, ik wil hier, hier een, een steentje bijdragen en dan hoe, hoe gooi je dan daarin? Want het ja, lijkt me heel druk met hetgeen wat je al deed. Ja, dat klopt. Um... En het is eigenlijk zo, gelopen. Ik had eigenlijk al heel jong interesse in, in politiek. Ik ben altijd wel maatschappelijk betrokken geweest. Dat ik bij diverse verenigingen et cetera, zat. Um, maar ik ging rechten studeren. En toen, ja, politiek was ook wel echt naast dat rechten. Was dat wel echt een van mijn interesses. En toen heb ik me aangesloten bij het CDA. En het CDA, dat is de jongerenvereniging vereniging van het CDA. Waar ik overigens inmiddels dus geen lid meer van ben. Dat even terzijde. Um, maar daar sloot ik me bij aan. En toen werd ik al redelijk snel door de lokale CDA-afdeling hier benaderd... van ja, wil je niet eens een keertje met ons hier komen meekijken in de vergadering? In ja, die dachten, uh, we gaan die voor verjongen en dan Precies, het we gaan verjongen jongen. Ja, ja. en uh, we gaan die Marieke eens eventjes naar ja. een vergadering halen. Nou, ik heb dat gedaan en in eerste instantie dacht ik wel, want ik was toen 19... Toen kwam ik bij die fractievergadering. En ik dacht echt: wat doe ik hier? Alleen maar van die stof, oude, grijze, kalende mannen. Um, en ja, dat was voor mij wel iets van. Ik dacht: Oké. Okay. Um, ja, ik was student op dat moment. Heel groot contrast eigenlijk. Maar op een of andere manier. Uh, vond ik het toch wel interessant. Dus ik ben daarmee doorgegaan. En toen ik uh, in een uh, vergadering als burgerfractie lid, want dat werd ik dan uh, uh, op een gegeven moment een soort commissielid. Uh, okay, bij ja. je dan. dan? ben je geen raadslid, maar dan mag je toch namens je fractie inspreken in commissievergaderingen. Dan krijg je echt helemaal niks betaald, maar dan mag je wel Precies, verzetten. dan ben je gewoon 100% vrijwilliger. Um, dat werd ik dus. En toen mocht ik uh, inspreken over uh, de speelplaats in uh, IJs van mijn oude basisschool. En die gingen dan werd dan opgeknapt en verder vergroenend. En toen dacht ik, maar dit is wat ik wel ook echt superleuk vind. Ik kan gewoon mijn steentje bijdragen aan deze gemeente, door mijn inbreng als jongere ook te leveren. Want dat vond ik eigenlijk tot op dat moment best wel weinig gebeurde in ja, toch wel een sterk vergrijzende gemeenteraad. Zo maar, kwam ik ook op de lijst terecht. Maar, Voor, yeah. maar, ik pak heel even terug, de, de, de lijst komen dan zo wel op. Uh, want dan vragen ze jou als 19 jaar, je bent student, ik neem aan dat je geen rechten hier studeert. Ik heb uh, huh? rechten gestudeerd helemaal Maastricht, dus Maastricht. Ik, ik ja, woonde wel. nog thuis bij mijn okay. ouders. Dus ja. je bent in ieder geval wel veel. Je? Ja. Maar je bent niet zoveel op de speelplaatsen, te vinden, gok ik, ik zo. Nee. nee. Uh, maar je mag wel mee over hoe die speelplaats dan eruit komt te zien. Maar je hebt op dat moment gok ik geen kinderen. Nee. Uh, als 19-jarige studenten. Uh, hoe, hoe ga je dan daarop inleven? Want dat is wel je rol dat je dat op dat moment krijgt. Even als voorbeeld zijn. Er nee, zeker. En uh, dat vond ik dus ook wel interessant om te zien. Hoe gaat zo'n proces nou? En er wordt dus een stuk aangeboden aan de gemeenteraad. Waarin wordt gezegd van... Uh, ja, dit is uh, de wijziging hoe wij, dat, uh, hoe wij dat voor ons zien. Um, en vervolgens... Ja, ik woonde natuurlijk wel nog steeds in dat dorp. Dus ik hoorde om mij heen ook wel wat er speelde. Waren mensen positief of negatief? Nou, over dit project was iedereen eigenlijk hartstikke positief uh, in de region. Er lag een uh, goed doordacht stuk en mijn fractie was ook voor. En op basis daarvan, ja, doe je dan je inbreng. En was de inbreng van ja, we zijn eigenlijk hartstikke positief als fractie en ja, we willen hiermee doorgaan. Dus het is niet dat je dan uh, op je vrije zaterdagmiddag naar allemaal verschillende speelplaatsen hier in de regio gaat om ze even uit te proberen, om te kijken wat kunnen we nog inbrengen. Nee. Uh, interviews houden of dat soort dingen. Het is wel gewoon meer de stukken lezen, kijken, als het meer een soort. Het dubbele check, zeg maar. Hè? Het gevoel ja. van, van de gemeente of de regio. Op, ja, op exact. Haar. Maar op dat moment wel. Maar daarna, als ik dan in de gemeenteraad kom, verandert die situatie. Okay, nou ja, wel. Laten we daar vooral naar heen gaan. Want ja. je gaat hè, de, de dan opeens verkiesbaar zijn op een lijst. Ja, in uh, maart 2014, uh, ja, waren dan de gemeenteraadsverkiezingen. Uh -huh. Daar deed ik aan mee. En ik was op plek 4 gezet. Was op dat moment, want het is maar een kleine gemeenteraad hier hè, 15 zetels, was dat net wel of net niet verkiesbaar. Uh, ik heb toen campagne gevoerd, wel ook persoonlijk eh, en toen haalde ik de meeste voorkeurstemmen van de hele lijst dus nog meer dan de lijsttrekker um, dat moet ik zeggen was niet helemaal verwacht um, wel een positieve verrassing natuurlijk um, en dat maakte eigenlijk dat ik ook um, ja meteen fractievoorzitter werd en ja daardoor ja, Stond ik ook wel best wel meteen in de, in de picture, zeg maar, als jong raadslid? Want dat was natuurlijk wel opgevallen. Dat bij je toch wel redelijk vergrijze CDA. opeens een jonge vrouw um, op die fractievoorzittersstoel. Uh, is is dat zitten. automatisch omdat je de meeste stemmen hebt? Of is, wat nee. is daar de regel dan? In? De fractie kiest daaraan de fractievoorzitter. Okay. Dus uh, ook in Den Haag werkt dat zo. Als je uh, als fractie bij elkaar komt de eerste keer. dan wordt er gekeken van: oké, okay, wie wil eventueel fractie voor de, voor, uh, fractievoorzitter worden. En dan wijst de fractie die fractievoorzitter aan. Dat kan dus ook zomaar iemand zijn die, ik zeg maar, iets hier in de gemeenteraad maar 50 stemmen heeft gehaald. Oké. Okay. Dat is gewoon puur iets wat de fractie bepaalt. Alleen zie je vaak wel in de praktijk dat de lijsttrekker of degene met veel stemmen, hè, want soms zie je ook wel dat de lijsttrekker vervolgens wethouder wordt, dat die dan vervolgens, um, ja, zeg maar wel de fractievoorzitter ja. wordt. En ik wilde dat toen wel graag, omdat ik zoiets had van: oké, okay, er wordt hier. Uh, overtuigend gekozen voor een jong persoon. Um, dan vind ik ook wel. Nu, daar hebben zoveel kiezers gesproken. Dat ik nu ook mijn verantwoordelijkheid moet pakken. En die CDA-fractie moet geleiden. Maar, dus dat maar, heb ik ook gedaan. Maar heel even voor in mijn hoofd. Je zegt dat is 2014. Om en bij tien jaar geleden. Je zegt net dat je dertig bent. Dus dat is ergens rond je twintigste, 21ste. Klopt. Is dat gebeurd? Uh, toen was je nog niet klaar met studeren ook. Nee, zo. toen studeerde ik nu. Ja. Dus dat even erbij doen klinkt als nog meer werk. Ja, dat was ook inderdaad wel zo. Alleen ik vond het dermate leuk. Ik zeg ook wel vaker voor de grafiep: ja, politiek is een soort uit de hand gelopen hobby. Ik vond het zo leuk. Um, dat het mij ook niet heel veel moeite kostte om daar heel veel tijd uh, in te steken. Ik vond, het, uh, ik vond het echt een hele mooie uitdaging. En ook heel eervol dat ik op die leeftijd was gekozen hier in deze gemeenteraad. En destijds was de CDA toch hier echt behoorlijk groot nog in mm -hmm. deze regio. Um, dus ja, er was ook wel een uh, hele verantwoordelijkheid. Althans, zo heb ik dat gevoeld op dat moment. Ja, en zo uh, dus heb ja. ik dat ook opgepakt. Dus ja, ik ben er inderdaad in mijn studententijd ingerold. Daarna werd ik beëdigd tot advocaat, ongeveer. Uh, Ongeveer Anderhalf jaar later. Maar ik ben dat desondanks ben ik dat blijven doen. Ja. En dan zit je hier in de gemeenteraad, en dan is het stukken lezen, beleid bepalen, lijntjes uitzetten en dan moeten dingen gedaan worden. Ja. Um, word je dan ook aangekeken op je leeftijd dat je, tot je daar net nieuw komt binnenlopen en tot je misschien wel hele goede ideeën hebt, maar tot bepaalde mensen in de, in de raad daar toch anders over denken? Nou, wat ik zelf wel opvallend vond, want ik heb daar ook al eens eerder over in een vrouwenpodcast gesproken. Van ja, hoe heb je dat nou destijds als jonge vrouw ervaren in die gemeenteraad? Maar ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel heb ervaren als een, als een warm wat. Uh, mijn fractie was eigenlijk meteen heel positief. Die dachten, leuk, we hebben jonge, jonge vrouwen bij. Um, en die hebben mij ook best wel veel ruimte gegeven om mijn mening te geven. Mm -hmm. um, en ook mee te gaan en te kijken van, ja, oké, okay, er komen jonge ideeën. Wat is daar nou echt goed van? Of... Ja, wat misschien ook niet. En ik denk dat ik ook altijd wel echt heb opengestaan uh, voor aanpassingen in mijn voorstellen. Ze dus was ook niet zoals ik dan met iets kom, dan moet het ook helemaal op die manier. Uh, ik heb ook altijd wel goed geluisterd van ja, wat speelt er dan bij de rest? Om dan uiteindelijk tot een totaalplan te komen. Want sowieso, hoe ik er uiteindelijk ingegaan ben, is. Ik wilde een goed contact binnen mijn fractie. Dus dat wij samen gewoon een goed team waren. Uh, maar ik vond het vooral ook belangrijk om naar buiten te gaan. Dus ik heb hier destijds ook een soort ontour georganiseerd. Daar zijn we al die dorpskernen langs gegaan. Hebben we heel veel proberen op te halen. Uh, ja, dat was eigenlijk wel een hartstikke leuk initiatief. 2018 werd ik ook lijstraker. 2020 ben ik dat overigens ook geweest. En tussendoor ben ik nog kandidaat voor de Tweede Kamer geweest uh, van het CDA. Dat was de vorige Tweede Kamerverkiezing. Uh, nu ben ik uh, snel over uh, drie jaar geleden, iets ja, minder. Ja, iets minder, ja. ja. ja Tweeënhalf volgens mij, uh, ja, het, is tot, de, de, het is tot het ja. geval is, anders ja. was het makkelijk rekenen. Het, maar, ja, uh, ik uh, moet soms zelf ook ja. nog even nadenken. Maart 21 volgens mij. Ja, en er zit en dan zit er nog die, uh, die halfje of meer dan een half jaar uh, formatie uh, nog een Precies, keer bij. Dus uh, ja, ja. Het, 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 duurt, het duurt allemaal even, wil ik Precies. maar zeggen. Uh, maar, dat, maar dat is dan uh, uh, toch wel een behoorlijke impact op je leven. Dat je op een hele jonge leeftijd hiervoor kiest en gekozen wordt. Dat je dan ook nog eens een keer afstudeert. En dan ga ik ervan uit dat je ook wel redelijk snel de advocatuur in wilde. Ja. Um, in het familiebedrijf ook nog eens een keer. Dus dat, hè, dat, 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 dat balletje zal waarschijnlijk relatief snel zijn gaan rollen ja. ook zo. <laughs> um, uh, hoe, hoe scheid je dan die twee dingen die je doet? Want je doet dat, de advocatuur, wel ook hier. Dus ja. dan is het, mensen kennen je vanuit die pet en vanuit de andere pet. En ja, ja je kunt niet echt zorgen dat je gelijkt wordt zeg maar als advocaat. Want soms heb je dat, die positie niet natuurlijk. Hè. Soms win je niet alle cases. Ik weet niet hoe, hoe je rating daar is van is, maar uh, niet, niet alle cases. En dan ja, die mensen moeten daar ook wel op jou gaan stemmen. Dus is dat, is dat een, moeilijke, een moeilijk iets? Dat je dan toch wel op die manier in de samenleving staat? Ja, nou. Wat soms vooral moeilijk was, vond ik zelf. Is dat je die twee dingen moet blijven combineren. Want natuurlijk, de advocatuur is al best een uitdagende baan. Nog los van dat je een andere verantwoordelijkheid ernaast hebt. En dan daarnaast nog die gemeenteraad. Want voor jouw beeld. Uh, vergaderingen waren eigenlijk standaard op de maandag en de donderdag. Op donderdag was er altijd een formele vergadering van de raad. En dat kan een commissievergadering zijn, een raadsvergadering. Een informatieavond uh, waarin je bijgepraat wordt over specifieke onderwerpen. Maandag was eigenlijk bijna altijd voor coalitie, fractie, uh, fractievoorzitters overleg. Dus alle fractievoorzitters van alle verschillende partijen komen dan bij elkaar. Um, dus die maandag en die donderdag waren eigenlijk sowieso al altijd bezet. En dan had ik vaak dinsdag of woensdag ook nog wel eens een keer. Een vergadering, dus ik was toch wel gauw een avondje of drie per week. Zonder het lezen van de ik stukken, dat, dat was, ik, was ik daaraan kwijt. Dus dat was al überhaupt een uitdaging. In die zin dat ik wel best wel veel discipline moest hebben um, om, um, om die twee dingen te kunnen combineren. Um, en wat daarbij ook nog kwam kijken, want dat is wat iedereen vaak denkt van ja, oh ja, dat dus maar de, de gemeenteraad, en dat valt allemaal wel mee. Maar dat is eigenlijk best arbeidsintensief. Zeker omdat je, ook als je zeg maar dat raadzetmaatschap, althans dat was hoe ik het graag wilde uitvoeren, die binding wil houden met die gemeenschap. 12 dat je wel ook met regelmaat af en toe toch erop uit moet... ook in die gemeenschap om ook een beetje te kunnen oppikken wat er leeft. Um, dus die combinatie samen vond ik wel pittig. Ik heb zelf weinig conflict ervaren met mijn werk, maar dat kwam misschien ook omdat ik vooral in de civiele advocatuur dus actief was. Mm -hmm. Ik kwam, ik deed geen bestuursrecht in de regel. Ze dus kwam de gemeente ook niet tegen als partij. Ik had geen burgers die die ik bijstond die in conflict waren met de gemeente. Dus Ik heb daar zelf wel altijd goed op proberen te laten om dat, uh, om dat gescheiden te houden. En ik had natuurlijk ook uh, cliënten van buiten geholpen, weten Ja, ja. oké, okay, ja, dan krijg je in ieder geval het feit dat daar nooit een conflict ontstaat. en tot de mensen dus niet uh, opeens zeggen: Ja, maar je hebt een case verloren, daar ga ik niet op stemmen. <laughs> ja. uh, wat natuurlijk ook heel jammer zou zijn. Uh, maar, maar tot heden is dat allemaal goed gegaan en goed, gelukkig. Uh, en goed, goed gelukt, hè? want je zegt al: Je hebt uh, al meermaals nu inmiddels meegedaan en je zit er nog steeds. Uh, nou, nee, ik ben op je... 28 september okay. ben ik gestopt, echt net, okay, nee, dat ja, na bijna tien jaar. Ja. Uh, maar dat had ook de reden dat ik dacht van ja, het is allemaal best wel heavy. Ik doe dit nu tien jaar ja. die combinatie en uh, het is nu tijd voor nieuw bloed. Uh, ja, ja. ja en, en je maakt een, een en ik maak een nieuwe stap, nieuwe stap. Dus ja, ja dan is het dat, dat dat combineren is natuurlijk helemaal uh, een, het issue uh, om, om dat goed, uh, goed te kunnen doen. Um, want je gaat ook weg bij de CDA. Je gaat naar de BBB. Want de mensen denken al, je bent al twintig minuten en lullen. Maar <laughs> <laughs> uh, er de, de, de staat BBB, in, de titel, dit gaat nog steeds uh, over CDA en, en, en niet over uh, BBB. Nu snappen denk ik heel veel mensen en ik ook wel, CDA en BBB liggen op heel veel vlakken relatief dicht bij elkaar. Maar ja, wat is dan de reden om over te stappen? Nou, de reden om over te stappen was voor mij vooral, ik ben dus inderdaad al, al heel lang CDA-lid, daar heb ik het net al hmm, eigenlijk uitvoerig ja. over gehad. Maar waarom dan die overstap naar de BBB? Ik ben uiteindelijk destijds bij het CDA uh, gegaan. Het was een partij. Ik heb een agrarische achtergrond. Uh, mijn moeder, uh, die komt uh, zeg maar uit een boerenfamilie. Aan die kant hebben we nog steeds veel uh, uh, boeren. Um, en daarnaast uh, vond ik dat het CDA. En dat was, het CDA kwam echt op hè, voor, die, uh, voor die agrariërs. En daarnaast vond ik dat het CDA ook altijd wel echt een partij was. Van, die opkwam voor de regio, voor het platteland. Die ook bijvoorbeeld verenigingen. Hoog in het vanen laat staan, die leefbaarheid ook van dat platteland, et cetera. En ik merkte dat het CDA dat verhaal de afgelopen jaren wel toch wel echt een beetje was kwijtgeraakt. En ik heb zelf nog op de kandidatenlijst gestaan van het CDA. Ook in, uh, hè, de vorige keer, uh -huh. wat ik net al noemde. Um, en toen stonden we daar ook best wel met wat jonge CDA's op. Dus ik had ook wel de hoop van dat we dat misschien zouden herpakken, dat verhaal. Maar ik heb dat niet gezien. En toen kwam opeens de BBB. Um, en de BBB vind ik, is dat CDA-verhaal. Nou, misschien niet helemaal, hè, want daar zitten... We zitten ja, wel ja. wat accenten Ze heeft nog niet hoeksteen van de samenleving genoemd. Nee. <laughs> en ze heeft maar... niet op de skateboard gestaan. <laughs> en ik vind dat die BBB dat verhaal wel weer echt vertelt. Zeg maar van het opkomen voor het platteland, het opkomen voor die agrariërs. Dat is dan een hele specifieke doelgroep, maar eigenlijk ook wel van het MKB. Hè? Mm -hmm. Zeg maar de, de, de midden- midde kleinbedrijf. Um, ze komen ook op uh, voor die gezinnen. Um, en vooral ook vind ik zelf al die leefbaarheid van die regio dat ze daar ook wel echt. Um, heel nadrukkelijk uh, een standpunt op innemen. En dat, dat ook weer goed overbrengen. Dus daarom dat ik wel dacht van ja, ik voel me gewoon niet meer zo thuis bij het CDA. En mensen die me ook hier van dichtbij in de gemeenteraad hebben meegemaakt, hebben die worsteling ook wel al langer gezien. Uh, dat ik daar niet meer helemaal goed mee uit de voeten kwam met, dat, uh, met het CDA-beleid landelijk. En kwam die overstap naar die BBB dan ook niet helemaal uh, uit de lucht vallen. Dat is een totale is dat, verrassing. Is dat uh, hierop. Uh... De bank euh, euh, zitten, euh, avondje en dan. Euh, eureka, momentje. Nee, het, het wordt toch niet CDA? Nee, er is wel best wel wat tijd overheen gegaan. Want ik zei, ik heb nog meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezing. Mm -hmm. ik heb, ook het jaar daarna heb ik me nog, nog kandidaat gesteld als lijsttrekker uh, hier in gulpen Witten. Dus ben ik nog doorgegaan. Maar ik merkte wel, zeg maar, naarmate de tijd. Verder liep dat ik steeds meer zoiets had van ja, dit voelt gewoon voor mij niet meer de partij, zeg maar, waar ik me ooit bij heb aangesloten. En ik heb die BBB op de voet gevolgd. En toen dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk het gedacht. Mijn gedachtegoed is dus in feite niet veranderd. Alleen de partij waar ik me dus nu bij aansluit, wel. En dat, ja, er is best wel wat tijd uh, overheen gegaan. Ik heb daar ook over gesproken. Er zijn overigens best wel veel CDA's hè? die zijn nee, overgestapt ja. richting de BBB. En zeker hier in, in de plattelandsregio zijn er heel veel mensen naar de BBB van het CDA. En daar heb ik ook mee gesproken. En zo is dat balletje ook gaan rollen. Ja, ja maar dan, word je, dan moet je uitschrijven bij CDA. Ja, en dan moet je inschrijven bij de BBB. Maar de BBB kent jou nog niet. Nee. Is dat uh, cv insturen, uh, uh, gesprekken voeren en uh, op audiëntie komen, zou ik maar zeggen? Nou, ja, het is bij mij wel iets anders gelopen in die zin dat ik wel weinig gebeld uh, door BBB om, om te zeggen van ja, we kennen jou vanuit CDA, dat waren er mensen die me nog vanuit mijn CDA-tijd mm. kenden um, en um, zou je uh, zeg maar willen meedoen met onze verkiezingen? Uh, toen werd ik uiteindelijk uh, op vakantie gebeld dat ze heel graag met mij in gesprek wilden. Maar dat was een beetje moeilijk vanaf mijn vakantiebestemming. Ben ik meteen toen ik terugkwam in gesprek gegaan. En uh, ja, daar rolde uiteindelijk deze plek, uh, plek 11 uit. Dus uiteindelijk heb ik wel inderdaad het hele proces uh, doorlopen. Uh, maar ik ben wel dus ook uh, benaderd. Ja. Nou ja, het is in ieder geval wat we de afgelopen tijd wel ook in de, uh, in de media zien, zeg maar. Zowel bij, bij Pieter Omzicht. Uh, uh, nieuw sociaal contract. Yeah. <laughs> uh, ik krijg nog steeds mijn mond niet uit. Um, uh, maar ook bij de BBB, ja, zo'n zo lijst samenstellen is gewoon echt een hele puzzel. En je wilt ook dat iedereen uh, vertegenwoordigd wordt, dus ook alle provincies vertegenwoordigd worden. Uh, er staan twee Limburgse dames uh, relatief hoog op de lijst van de BBB. Uh, dus dat is een uh, uh, heel groot pluspunt voor, voor, voor Limburg zijnde. Uh, want ik zag dat Noord-Holland er maar één iemand op de lijst had staan op de hele lijst van 45 kandidaten of zoiets, dus dat het is ook een hele moeilijke puzzel natuurlijk. En je wilt natuurlijk ook gewoon zorgen voor dat het mensen zijn die of al een, 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 een kennis en kunde hebben opgebouwd, en dat niet zomaar mensen zijn die alleen maar ja vanwege een naam op een lijst komen te staan, want dan word je eerder een lijstduwer dan een daadwerkelijke kandidaat. Ik ja, bedoel, jij hebt zoveel ervaring al in de politiek, nou is de landelijke politiek nog een slag anders dan een uh, een gemeentelijke politiek. Maar ja, de, de basis daarin is natuurlijk wel heel belangrijk dat je, je die hebt. Dus het feit dat ze bij jou zijn uitgekomen, aangedragen, maar uh, uh, uiteindelijk alsnog op de lijst. En dan op plek like, 14. Elf. Uh, sorry, sorry, waarom zeg ik 14? Ja, uh, maar lijk... niet Lijks... uit. Ja, uh, <laughs> het is wel elkaar in de buurt. Ja, nee, maar ik, ik weet niet waarom ik ook uh, ja, uh, uh, elf 11 kan komen. Ja, 11. Maar ja, dus, de, 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 het is wel een plek die ze je gegeven hebben. En met uh, de peilingen zoals ze zijn, ook een hele realistische plek, tot je dus uh, niet zo vaak hier in Gulp meer gaat zijn. Ja, en ik, uh, ik vind het ook echt een fantastische kans die ik heb gekregen. En zeker vanuit het gebied uh, waar ik zit. Hè? We hadden het er net al eventjes over Gulpen. Dat is echt heel zuidelijk. Um, en we hebben zeker vanuit dat heuvelland, zoals dat gebied hier noemen... Hebben ja, echt mensen alle... denken nog steeds dat het hier bergen liggen, maar het zijn ja, heuvels, het mensen. Het zijn heuvels, ja. ja. En... Um... Wij hebben echt al heel, heel, heel lang geen volksvertegenwoordiger meer gehad. En dat merk je ook wel. Um, en daarom vind ik het wel fantastisch dat de BBB de partij is geweest die dat ook heeft gezien. En eindelijk ook eens iemand vanuit het platteland zo hoog op die lijst heeft geplaatst. Want als je ook kijkt naar de huidige Tweede Kamer, zitten heel veel Kamerleden uit de Randstad. Um, en om inderdaad bijvoorbeeld de partij van, uh, van Pieter Omtzigt zich te pakken. En heeft ook maar één Limburger uit Stijn op de lijst staan. Maar ook weer niemand vanuit het platteland. Dus uh, ja, volgens de pleilingen zou ik er inderdaad uh, vooralsnog wel ja. uh, eventueel in gaan komen. En ik denk zeker ook voor deze regio dat dat wel echt een fantastische kans zou zijn. Ja, en ik denk dat het natuurlijk hè, je, je wilt gewoon die spreiding hebben. En ja, je wilt het net over stemmen. Hè, ja. Op het moment dat je met twee. Uh, mensen in Limburg uh, uh, hebt, dan, ja, de Limburger zal toch wel een beetje chauvinistisch zijn. Ik dus <laughs> Dat heb hoop ik toch, dan maar. Best, dus dan <laughs> ik toch wel liever op de, Lim, uh, de Limburgse kandidaat in plaats van op, uh, op een van de anderen uh, die daar nog op staan. Want de lijst is best lang. Ja. Uh, sommige uh, partijen vroeger hadden ook echt gewoon 40, 45 kandidaten nodig. Want je moest al die zetels Precies. vullen. Uh, heel realistisch tegenwoordig gezien is volgens mij alles een beetje onder de 30. Klopt. Um, uh, en dan is het afhankelijk van welke partij je bent uh, daadwerkelijk nodig. En uh, ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe je dat uh, invult. Want gisteren uh, zat ik aan tafel uh, met die Libertaire partij. En die hebben zes kandidaten. Want die zeggen ook, ja, dit, dit, we kunnen een lijst van veertig gaan maken. Maar de, heel realistisch gezien gaan we nul zetels halen. En we hopen op één. Dus ja, waarom ga je dan veertig mensen op zo'n ja. lijst zetten? Dus dat is natuurlijk ook, inderdaad ook wel een beetje wat, uh, wat bij de BBB natuurlijk ook is. Van ja, je gaat de peilingen af. Je maakt een hele mooie lijst. Die probeer je samen te stellen. Maar ja, je kunt die lijst ook twee keer zo lang maken en dan kun je zeggen van ja, er zijn er vier limburgse kandidaten. Dat kan natuurlijk ook, maar ja, als dat dan uiteindelijk geen zin heeft dan ja, staan mensen op een lijst en dan is het papier en verder niks. Um, Oké, okay, laten, laten we even vanuit gaan dat je of met voorkeur stemmen of tot er gewoon überhaupt genoeg zetels aan, naar de BBB gaan. Wat ga je dan doen? Ga je dan hier blijven wonen en dan op en neer reizen? Yeah. Of ga je daar zitten een paar dagen in de week? <laughs> en wat ga je dan doen in de Tweede Kamer? Nou, dit zijn een heleboel vragen. Sorry, tegelijkertijd. ik moet minder vragen. Nee, maar ik begin, ik begin gewoon bij de eerste. Um, wat ik zelf super belangrijk vind, en ik denk dat dat ook al een beetje naar voren kwam, wat ik eerder heb gezegd, is dat ik net die vertegenwoordiger ga zijn van dit gebied hier. Mm -hmm. um, en dat betekent ook dat ik het belangrijk vind, zoals ik dat ook in de gemeenteraad hier gedaan, om binding te houden met dat gebied. En dat lukt alleen maar als je daar ook begeeft. Dus dat betekent dat ik in ieder geval op de niet-Kamerdagen hier wil zijn. Dat betekent wel natuurlijk, want ja, afstand, eh, Gulpen, Den Haag... Is volgens mij enkel je drie uur en dan moet er al niks misgaan. Ja. Dat dat zeker je zien, hè, de lengte van die kamerdagen. Het hoor je vaker dat, dat de kamer tot laat in de avond nog vergadert. En ja, dan is het niet helemaal haalbaar als ik hier om eh, twee of drie uur s'nachts binnenkom... en dan om eh, vijf uur nee. weer in de auto moet zitten. Dus het zal vast zijn dat ik daar op de kamerdagen dinsdag en donderdag... vaker wel een nachtje zal blijven. Uh, maar de bedoeling is wel eigenlijk dat ik hier erg blijf wonen, omdat ik het net heel erg belangrijk vind dat ja dat er ook eens een sterk geluid komt vanuit deze regio, um, waar ik dan ook voor ga opkomen. Kijk, ik heb natuurlijk een juridische achtergrond, uh -huh. dus daar zijn uh, genoeg dingen die ik heb gezien uh, die ik uh, die ik uh, wel zou willen meenemen naar die kamer. Maar wat ik wat daarnaast ook voor mij wel echt heel erg belangrijk is is ook opkomen voor, voor Zuid-Limburg of voor die regio, uh, voor het platteland, hè, waar je toch steeds meer ziet dat, ja, dat de leefbaarheid toch wel sterk onder druk komt te staan. Uh, scholen die gesloten worden, uh, verenigingen die het zwaar hebben, uh, slecht openbaar vervoer, in die zijn wat bijvoorbeeld vroeger een nachtbus tussen Aken en Maastricht, dat is al weg. Uh, dat is bijvoorbeeld vooral voor stappende jongeren ook uh, mm. heel belangrijk. Um, want überhaupt, dit gewone OV is de laatste jaren... zijn hier heel veel bussen weggehaald. Ja, trein hebben we hier al überhaupt helemaal <laughs> niet. Um, dus zo zijn er best wel wat dingen... Um, ja, waar ik me wel graag voor zou willen inzetten... Om vooral die leefbaarheid hier ook wel te vergroten. Um, en ik denk ook wel wat ik heel belangrijk vind in dat kader... Is ook bijvoorbeeld opkomen voor dat midden-kleinbedrijf. Maak het die mensen ook niet te lastig. Hè, als je kijkt naar... De bureaucratie de laatste jaren, dat we steeds maar meer wetten en regels hebben ingevoerd. En dat weet ik dan ook weer vanuit mijn juridische achtergrond. Ik denk, ja, we moeten ook mensen kunnen, mensen moeten ook kunnen ondernemen. Hè. We moeten het zo ook niet allemaal te moeilijk maken. En wat natuurlijk ook heel belangrijk is hier, en dat is ook een van de speerpunten van de BBB, um, ja, er zijn die agrariërs. En daar hebben we dan natuurlijk ook nog een heleboel van hier in Gulpenwit. Dus ook daar uh, wil ik me wel sterk voor maken. Maar nu hoor ik je allemaal dingen zeggen die de BBB ook doet zonder jou. Nou, dat, maar ik denk dat dat niet helemaal waar okay. is in die zin. Kijk, bepaalde punten staan in een verkiezingsprogramma, dat klopt. Alleen op het moment dat er hier niemand vanuit deze regio in Den Haag komt dan wordt dat verhaal van die leefbaarheid hier weer niet verteld. En wat je dan vooral hoort, is zeg maar, de Randstedelingen... die hier dan een weekendje op vakantie komen en denken... oh, wat is het hier prachtig, daarna ter nou weer terug vertrekken naar de Randstad... maar geen idee hebben waar mensen hier tegenaan lopen in deze regio. En dat is wel iets wat ik heel graag zou willen vertellen... want ik kan het weten, ik ben hier geboren en getogen... Ik Tien jaar in de gemeenteraad gezeten. Dus ik weet ook waar kleine gemeentes tegenaan lopen. Um, en ik denk dat ik dat verhaal dus ook wel echt heel goed zou kunnen vertellen en zou kunnen overbrengen. Um, wat niet betekent dat de BBB zonder mij zich niet meer gaat inzetten voor leefbaarheid of voor agrariërs of voor het MKB. Maar ik denk wel dat ik bepaalde punten, zeker omdat ik ook zelf de praktijkervaring heb, dat wel zeg maar, nog beter kan gaan duiden en kan aanpakken dan op het moment dat je bijvoorbeeld in een stad woont. Moet ik heb hem ook heel even laten bezinken. <laughs> nee, het is ook, dat is weer gewoon heel veel. Hetzelfde ja. als ik heel veel vragen stel. Ja. Krijg ik terug. Uh, nee, maar het is natuurlijk inderdaad. Uh, de, uh, de, ik snap dat het heel belangrijk is. En ik wil juist dat je dat je het vertelt. Want dat moeten mensen zich ook gewoon beseffen. Het is gewoon zo belangrijk om uh, een gezicht te hebben in, in Den Haag. Uh, tot je weet waar die mensen vandaan komen. En tot je dus ook gewoon. Eigenlijk niet meer kan, kan zeggen ja, dat Den Haag en Amsterdam en Rotterdam en de Randstad. En die, die, die regelen dat allemaal voor ons. Terwijl we hier kijken tegen echt de problemen die wij kennen. En ik zeg wij, want ik woon ook gewoon in Limburg. Geen Zuid-Limburg, maar uh, wij hebben wel een trein. Um, <laughs> no, maar het is inderdaad wel het, het, hetgene waar je tegenaan loopt. En um, uh, je hebt natuurlijk heel veel kennis vanuit, vanuit je juridische achtergrond. Heeft de BBB daar ook nood aan? Nou, ik, of denk, is, of is, ik want denk. Ik weet, er zit vrij weinig in het partijprogramma, weet ik veel voor pagina's is, uh, maar in de, in, de, in de kernpunten stond het wat minder, zal ik het zo zeggen. Ja, maar ik denk dat dat er komt omdat, zeg maar, ik denk dat de hele Tweede Kamer wel juristen kan gebruiken. want... Wat is een hele belangrijke taak van de Tweede Kamer? Is wetgeving maken en de regering controleren. Het gaat eigenlijk puur alleen om wetgeving. Maar ja, dan trek je dat leeg uit de zuidas, want dat is lekker dichtbij. En die kunnen dat ook tegen goede vies, zal ik het zo zeggen. Ja, maar dat, dat, dat is denk ik wel te kort op de bocht. Want die gaan het dan puur beoordelen op hè, het juridische, of het dan allemaal wel of niet correct is. En daar hebben volgens mij ook heel veel mensen voor die daarnaar kijken. Um, maar als jurist ben je wel in staat om snel zo'n wet te kunnen lezen en ook te kunnen. Zien van ja, hè, hoe, hoe zit zo'n wet in elkaar? Um, hoe is het geformuleerd en wat vinden we daarvan? Dus, ik denk dat juristen überhaupt wel belangrijk zijn als je die in de Kamer hebt. Um, dat is misschien ook een van de redenen waarom de BBB mij op 11 heeft geplaatst. Al heeft overigens de nummer 5, heeft ook een juridische ja. achtergrond. Um, Zei je, je hebt is, er, meer zijn ja, al, dus is, er meer nodig. Ja, en we hebben er meer nodig. En ik denk dat dat uh, dat, dat wel uh, dat dat wel gewoon belangrijk is. Ja, en als je dan gaat kijken hebben, de agrarische achtergrond. Uh, je zegt al dat zit in de familie. Ja. Uh, maar is, Dat is een heel breed begrip. Dat kan van alles zijn. Ja, ik zeg het net niet: een moestuintje aan je, je achtertuin hebben, dan ben je agrariër. Maar wat is, wat is daar in de achtergrond dan? Nou, mijn moeder, zeg maar, de ouders van mijn moeder waren echt boer. Uh, ze hebben het over uh, vee, landbouw. Um, en in mijn familie, zeg maar, mijn ooms, die hebben inderdaad ook nog uh, heel veel uh, akkerbouw. Uh, en moet ik denken aan de aard, uh, aardappels, et cetera. Hm. Uh, maar daarnaast ook nog uh, koeien. Uh, een deel van deze, uh, een van deze uh, ooms. En ja, dat zijn dus wel nog echte, zeg maar, echte boeren, zeg maar, zoals we ze kennen. Um, en. Er wordt uh, ja, heel veel. Die discussie rondom die boeren is best wel gepolariseerd, vind ik zelf. Hè? Want daar is dus ook gezegd: van, ja, die veestapel die moet gehalveerd worden. Dat kwam volgens mij uit de hoek van, uh, van D66. Ja, en toen gingen die boeren natuurlijk uh, stijgen En die dachten ook: van ja, hallo, de veestapel gehalveerd. Wat moeten we hiermee? En ik denk dat dat, dat ook wel iets is, um, wat, wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind. Is dat vooral ook het gesprek wordt gezocht met die boeren? En dat ik ook wel vind dat ze soms op een, op een verkeerde manier, zeg maar, best wel negatief zijn neergezet, alsof boeren niks aan duurzaamheid zouden doen, terwijl dat echt wel onzin is. Ze dus bijvoorbeeld zie je bij mijn oom die hebben een nieuwe loods neergezet. Ja, dan zie je gewoon die liggen, al die loodsen liggen helemaal vol met zonnepanelen. Dus zij willen zelf. Dus ergens wel graag voor duurzame investeren, daar ook hard in. Um, en ja, dat is dus wel iets wat ik belangrijk vind. Van ja, blijf vooral in gesprek met die sector. En uh, ga mensen ook niet verplicht iets opleggen of ze ergens te duwen. En of dat nu de boeren zijn, het kan ook straks in een andere sector, kan ook iets spelen. Um, ga niet mensen iets opleggen, ga niet stoken, maar zoek veel meer die verbinding op en probeer ook samen tot iets te komen. Want ik denk dat je dan veel meer bereikt dan als je het steeds van die gepolariseerde ja, discussies krijgt. Uh, daar heeft niemand wat aan uiteindelijk. Maar de wetgeving zegt ook, volgens mij het Europese Hof, wat besloten tot er daadwerkelijk minder stikstofuitstoot moet komen. Dus daar moet wel een oplossing voor komen dan. Ja, maar dat is ook niet zeg maar wat er gezegd wordt, hè? Want er wordt nu elke ja. keer best wel gezegd van ja, we moeten kiezen tussen huizen of ja. tussen uh, boeren. Um, en. en er wordt nu altijd gedaan alsof boeren niks willen. Maar ik noemde net al een concreet mm -hmm. voorbeeld dat zo'n boer echt wel wil. En wat we ook niet moeten vergeten is dat voedsel wel een hele belangrijke is. Hè. Wij produceren dat als Nederland al, uh, al heel erg lang. We zijn er ook een uh, exportland uh, in. We zijn er uh, echt gewoon heel goed in, laten Ja, daar zeggen. zijn we gewoon heel goed in. Uh, het gouden ei, hè, zou je het <laughs> ook kunnen zeggen. Um, en ja, dat moeten we wel ook niet vergeten: dat dat wel heel erg belangrijk, uh, belangrijk is. En ik denk dat dat is meer het punt wat ik, wat ik wilde maken is hè, nu zijn het de boeren eh, wonen is overigens ook al een groot probleem ja. hè, omdat die bouw stil ligt ook vanwege die stikstof uh, problematiek um, dat het vooral van belang is om het gesprek te blijven aangaan eh, met die sector omdat ik ook denk dat je op die manier altijd meer bereikt dan op het moment dat je zeg maar meteen met de hakken in het zand gaat en jullie moeten dit en jullie moeten dat. Want ik vind dat je je ook altijd moet verplaatsen in die ander. Stel jij was nu die boer die had geïnvesteerd uh, waar tegen werd gezegd, ja je veestapel uh, die moet gehalveerd worden. Dan denk ik dat jij ook niet meer zo goed zou slapen. Dus dat probeer ik wel altijd zeg maar om me daar ook in te verplaatsen. Van ja, hoe breng je iets en hoe ga je daarmee om? Uh, uiteindelijk bleek dat ook helemaal niet te kloppen hè, met die veestapel halveren. Uh, maar de de toon was daarmee wel al gezet. En nou goed, we hebben kunnen ja. zien waar dat toe heeft geleid. Uh, allerlei ja. boerenprotesten. Hetzoeken. Nou ja, kijk, dat, dat, dat is het natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, je zegt al, je wilt niet uh, polariseren. Ja. En dan moet een gesprek ontstaan. Maar daar moet wel een oplossing uitkomen. En heel vaak wordt er toch gekeken naar Den Haag. Kom met een oplossing. Want wij kunnen niet allemaal verzinnen. Daarbij hebben we gestemd op bepaalde mensen. Zodat jullie een oplossing kunnen gaan verzinnen. Want anders moeten wij dat gaan doen. En dan had je beter op ons kunnen stemmen. Dus dat is natuurlijk ook wel weer het. het, het uh, het, het zoeken naar, naar die balans, daarin. Ik snap dat dat lastig is. En ja. ik snap ook dat we hier niet aan tafel nu voor jou de een lijstje krijgen. Nou, dus hoe het gaat oplossen. En dat is, als we dat zo doen, dan zijn we er. Um, maar wel meer de vraag: van... oké, okay, uh, we weten allemaal dat we iets moeten doen. En je zegt al, hè, je ooms die, die, zeggen, die willen echt wel meedenken. Maar we hebben ook heel veel jaren geleden, nou, dat valt ik wel mee. Uh, tegen eigenlijk heel veel boeren gezegd: je moet megastallen gaan maken. Want daardoor krijg je meer inkomsten. En dat is heel belangrijk. Want ja. Meer inkomsten is altijd goed, denk ik. Um, en nu zeggen eigenlijk tegen die boeren: Nou, die meegestallen zijn eigenlijk niet de oplossing. Je moet juist halveren. Uh, en vanuit uh, die hoeveelheid moet je eigenlijk je inkomsten gaan, gaan, gaan genereren. Je zult op zo'n moment wel ergens een moeilijk gesprek moeten gaan voeren met de sector. Van oké, okay, maar waar we nu staan, kunnen we niet blijven. Dat is volgens mij voor iedereen wel het, hè, de realisatie. Maar het is wel de vraag: naar het, Hoe gaan we een volgende stap nemen? En ik denk dat daar de BBB wel echt. Um, nog zoekende is, zal ik het vanuit mijn perspectief uh, uh, noemen, van wat, wat, wat is dan die toekomst? Hoe gaat die toekomst er dan uitzien? Ja, ik denk vooral inderdaad in gesprek gaan uh, met die sector, maar ik denk dat je net ook nog een, een ander punt aanhaalde, wat ik ook wel belangrijk vind, hè? want dat, dat gaf je net aan met die megastallen. Hmm. En dan moest je eerst inderdaad hè, productie opschalen, er moet veel aan verdiend worden. Nu zegt de overheid eigenlijk weer: ja, nee, gaan we het toch niet zo doen en jullie moeten wel veel. Maar dat hebben we wel op meerdere punten gezien. Hè? Als we bijvoorbeeld ja. kijken naar die duurzaamheid over zonnepanelen. Ik heb ze toevallig zelf ja. uh, ook op het dak liggen. Dan zag je ook uh, dat. Heel veel mensen gingen die zonnepanelen aanschaffen. Want ja, veel rendement, eh, terugverdiendheid. Ja, beginnen van in de media waar allerlei berichten van ja, nee, het elektriciteitsnetwerk eh, kan het toch allemaal niet aan. En eh, energieleveranciers gaan boetes opleggen. En dat is natuurlijk wel iets wat ook heel belangrijk is. Um, dat zo'n overheid daarin wel betrouwbaar is. Um, ook naar een burger toe. En dat daar, dat daar ook wel, zeg maar, niet steeds een soort van zwalkend beleid in is. Bijvoorbeeld ook een, 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 een voorbeeld is... is over, en waar, daar zie ik trouwens overigens heel veel van mijn leeftijdsgenoten... wel echt mee struggelen... is die kinderopvang... Waar eerst werd gezegd: van ja, hij wordt helemaal gratis. Um, dan wordt er weer gezegd: van ja, nee, dit is toch niet haalbaar. We hebben de mensen er niet voor, maar het is ook helemaal niet betaalbaar. Um, en daar zie je wel dat dat, dat dat ook best wel allemaal problematisch is. En dat daar continu verschillende berichtingen over naar buiten komt. En je merkt wel dat dat ja toch ook wel wat, wat onrust veroorzaakt. Dus dat is ook wel een van de punten waarvan ik zoiets heb... daar wil ik me ook wel echt wel hard voor maken in Den Haag... is dat er, dat er vanuit die overheid ook gewoon een duidelijk beleid komt... waar men ook gewoon vanuit kan gaan dat dat dan zo gaat zijn. Um, en dat vind ik de laatste jaren lijkt dat ook wel... Steeds meer zwalkend te zijn. Kan natuurlijk ook deels te maken hebben met het feit dat we steeds met meer partijen coalities moeten sluiten. Waardoor ook iedereen steeds meer water bij de wijn moet doen. En de ene partij dit roept en de andere partij uh, dat. Maar het valt me wel sterk op dat daar best wel wat afwijkingen uh, continu in zitten. En dat dat ook best wel wat maatschappelijke onrust uh, veroorzaakt. Maar heeft dat ook niet gewoon te maken dat we steeds meer kennis krijgen over heel veel zaken? Nou, ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat we ons ook wel door de jaren heen, zeg maar, helemaal hebben vastgezet in allerlei regelgeving, et cetera. Dat is ook die bureaucratie waar ik het over had. En ik denk soms dat het, dat het wel makkelijker zou kunnen. Um, pak bijvoorbeeld inderdaad uh, die kinderopvang. Dan denk je ja, aan de ene kant willen we dat steeds meer vrouwen gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Aan de andere kant is er geen kinderopvang. Want ja, de meeste vrouwen moeten lang wachten. voordat het kindje überhaupt naar de opvang kan. En kan het kindje naar de opvang? Is het totaal onbetaalbaar? En heeft het eigenlijk helemaal geen zin als vrouwen meer te gaan werken? En dan denk ik wel soms van ja, waar zijn we dan mee bezig in dit land? Dat zou toch op een andere manier geregeld moeten kunnen worden. Dus ja, dat zijn wel punten van ik denk. Ja, ja, dat, dat, dat zou wel moeten kunnen. Um, alleen, ja, dat komt op een of andere manier tot nu toe nog steeds niet van de grond. Nou ja, je ziet het nu. Uh, afgelopen week was het natuurlijk in het nieuws uh, de plastic uh, toeslag. Ja. Daar is een keuze in gemaakt. <laughs> het is uitgevoerd. En dan maar later denken ze, mm, misschien toch niet zo handig. Ja, maar dat Goed. zie je dus steeds meer. Ja, maar ja. Is, je maakt wel een keuze in. Dat is eigenlijk wat je net aangeeft. Maak een keuze. Ja. En niet maar de goede keuze. Maak een keuze. Want een goede keuze, dat kan natuurlijk heel erg tijdsafhankelijk zijn. Want nou. we denken nu allemaal, uh, kinderopvang zou top zijn. Dat denk ik dat heel veel mensen ook aan meebetalen hebben. Het, het is aan de ene kant een opleidingskwestie, kwestie en dus een geldkwestie. Maar we weten niet zozeer wat de resultaten daarvan gaan zijn. Dus het kan net zo goed zijn dat je dan investeert, en dat kost niet miljoenen, maar miljarden, um, voor heel weinig opbrengst. Want het is afhankelijk van welke KPI, KPI je daar aanhangt om dan te zien, heeft het zin gehad? En wat is dan zin? Want ja, het feit dat het bestaat is ook al heel zilveren van natuurlijk Nee, dat is zeker zo. Maar kijk, op het moment dat je wel merkt dat er heel veel vraag naar is... en dat er wachtlijsten zijn, is er kennelijk wel gewoon behoefte aan opvang. Um, en ik heb ook niet gezegd dat ik direct de oplossing paraat nee, nee, heb. Nee, Maar ik dat denk dat, dat het wel heb. goed is om bij die kinderopvang bijvoorbeeld eens te gaan kijken... Hè? van hoe kunnen die in ieder geval wel op een uh, fijnere manier gaan organiseren. Waarbij ik ook niet zeg dat die opvang helemaal gratis moet worden... Hè, want daar is destijds over gesproken. Maar in ieder geval wel dat het zich gaat lonen om te werken. Dat is denk ik wel het, het, de crux in het hele verhaal. Uh, en zo is ook een van jullie speerpunten. Dus ja. dat, uh, de, het, het feit dat je meer wilt werken moet dan ook wel zin ja, hebben. Ja, dat is, dat is het vooral. Kijk, um, dat speelde ook eh, overigens in, in, in de inkomensklasse... waar je soms nog recht hebt op toeslagen... maar op het moment dat je dan net iets meer gaat werken... dat je dan eigenlijk per saldo minder overhoudt... ja, dat zou natuurlijk nooit de bedoeling uh, moeten zijn. Het moet zich wel altijd lonen om te werken... en dat vind ik wel een hele belangrijk. Laten we het juridisch gedeelte en, en, <laughs> en de Tweede Kamer gedeelte... dan uh, op dat vlak even, even achter ons. En dan kijken we even naar buiten. Buiten dat het feit nog niet helemaal donker is, dus dat is fijn. Uh, want we kunnen nog wat zien. Ja. Um, uh, 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 Limburg, je, je noemt net al, we hebben hier andere uitdagingen dan in, de, in, de, in Den Haag. Laten we wel even Den Haag noemen, ja. waar het feit dat Randstad en, en breder natuurlijk is. Um, wat, wat kun je daadwerkelijk vanuit de Tweede Kamer regelen voor Limburg? Want de provinciale staten regelen onwijs veel voor Limburg, want daar zijn de provinciale staten voor. Klopt. Alleen er zijn ook landelijke thema's. Um, en waar je bijvoorbeeld echt kansen hebt vanuit Den Haag ook om daarin te investeren, is überhaupt in deze regio. In die zin: um, we kunnen, je kan lobbyen hè, om ook via de provincie weer extra gelden te krijgen om te investeren in dit gebied. Maar wat bijvoorbeeld ook heel belangrijk is, is dat Zuid-Limburg als uw regio nog veel beter op de kaart gezet kan worden. Wat ik bijvoorbeeld zelf heb gezien, is dat. Heel veel mensen na hun studie vertrekken ze richting de Randstad. Of dat dan Utrecht of Den Haag of Amsterdam is. Omdat daar de banen zijn. Terwijl we hebben ook heel veel banen hier net over de grens. Kijk, bijvoorbeeld naar Aken, Düsseldorf, Keulen, het ligt. Allemaal echt binnen een uurtje rijden, mm -hmm. um, er zijn kansen hier in België, Brussel is ook uh, anderhalf uurtje ongeveer, dus er zijn in deze regio heel veel banenkansen. Alleen wordt daar uh, nog onvoldoende gebruik van gemaakt, dus ik zou daar wel echt heel graag op willen inzetten om dit ja, Zuid-Limburg, wat ook best wel uniek is. Hebben dan aan de ene kant grenzen aan Duitsland, aan de andere kant grenzen aan België, om daar wel echt veel meer uh, op in te gaan zetten en dat kun je bijvoorbeeld ook doen door het openbaar vervoer tussen deze landen ook een stuk beter te maken. Nu hebben we hier nou wel de 350-lijn tussen Aken en Maastricht. Het is een begin. Um, het, is, het is iets in ieder geval, maar dat zou wel beter kunnen. Um, en ja, dat is wel iets waar... Den Haag wel overgaat. Um, waar Den Haag bijvoorbeeld ook over gaat... is dat ze de zorg hebben gedecentraliseerd... en dat gemeentes zoals Witten een heel fors deel van hun begroting kwijt zijn aan zorg... En dat zou ook anders kunnen, want Den Haag heeft dat gedecentraliseerd, heeft dat teruggelegd bij die kleine gemeentes. Alleen die kleine gemeentes kunnen die zorg helemaal niet betalen. Op het moment dat er al één jeugdige is met een fors probleem, die bijvoorbeeld opgenomen moet worden in een instelling, kan dat een gemeente gewoon echt. Heel veel geld kost. En dan hebben het niet meer over 10.000 euro, maar dan loopt het echt flink in de papieren. En dat drukt op zo'n kleine gemeentebegroting meteen gigantisch. Maar wat betekent dat? Kijk, die zorg zijn we wettelijk verplicht. Daar kunnen we dus niet van afwijken als gemeente. Dat moet je gewoon uitvoeren. Maar dat betekent dat als het gemeenschapshuis in EPA aan een vernieuwing toe is, waar de harmonie samenkomt, waar het dorpsfeest wordt gehouden, dat we daar gewoon geen geld meer voor hebben om dat te vernieuwen. Daarmee komt de leefbaarheid. Ook meteen hier onder druk te staan. Scholen is de gemeente bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor. Als daar klaslokalen bijgebouwd moeten worden, als er een nieuwe school moet komen, daar is geen geld meer voor. Want die hele gemeentebegroting zit op slot. Dus ja, ik kan in Den Haag daar zeker wat voor gaan betekenen. Door ook te zorgen dat die gemeentes ook weer kunnen gaan doen waar ze ook oorspronkelijk voor bedacht zijn. En niet dat zij verkapt allerlei dingen die eigenlijk door Den Haag uitgevoerd zouden moeten worden, dat zij dan aan het uitvoeren zijn. Maar je kunt ook gewoon zeggen dan moet gewoon meer geld naar de gemeente en dan. Regelen het alsnog lokaal? Nou, deels ja, maar deels ook echt niet. En waarom? Omdat um, bepaalde uh, zorgbudgetten... Uh, uh, en ik ga nu niet te veel in detail details zetten... Nee, 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 want dat is voor de luisteraars ook niet zo interessant. Maar bepaalde taken zou je inderdaad, hè, zoals de WMO... zou je best hier prima kunnen regelen. Dat zijn vragen van uh, burgers die ook ja, hè, dicht, dichterbij staan. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld complexe uh, jeugd... Uh, Hulpvragen op het gebied van die zorg. Hè? Dan is dat best wel complex. Um, Gemeentera hulpwetten vindt dat heel complex. Daarom is dat uiteindelijk ook al opgenomen weer in een groter verband. Samen met Maastricht is er dan een centrumgemeente in. En dan hangen die kleine gemeentes daar ook onder. Dus zeg maar, die hebben zich eigenlijk allemaal samengepakt. Um, maar dat maakt eigenlijk dat de controle daarop... door een gemeenteraad best wel heel lastig is. Want je zit ook nog in zo'n samenwerkingsverband. Um, we hebben die kennis ook niet echt in huis op dat gebied. Plus, het zijn enorme kosten die kunnen oplopen. Want als jij opeens een paar van die jeugdige hebt... en die moeten die zorg hebben, hè, laat dat voorop staan. Um, alleen de vraag is, moet de gemeente daar de rekening van betalen of Den Haag? En um, daar zijn ze met die decentralisatie. Heeft Den Haag eh, wel best wel flink wat geld gegeven aan die gemeente? Dus toen speelde dat probleem ook nog niet. Maar die decentralisaties zijn geweest in 2015, dus we zitten nu ongeveer acht jaar later. En nu zijn, is die compensatie opgehouden. Merk je gewoon dat je daar in de gemeentebegroting wel erg flink last van hebt? Maar dan zeg je eigenlijk van hè, de, de, sommige taken wel, sommige taken niet. Ja. Uh, maar aan de andere kant wordt er ook heel vaak gezegd: ja, we moeten ook niet te veel taken bij ten Haag leggen, want juist het, het regionale is heel belangrijk. Maar ja, dat is wat je zegt, hè? een aantal jaar later stopt dan meest de, de subsidiestroom die daar aan ja. geregeld wordt. Dus dan moet je dat als gemeentes weer samenpakken. Nou, we hebben juist, juist gezien dat al die gemeentes juist samen zijn versmolten en heel ja. veel kleine gemeentes zijn opgegeven te bestaan mede hierdoor, ja. want dan kun, kun, je, kun je kosten drukken. En dan zien we, in, volgens mij was het heel, zei ik even goed, ja. tot het ziekenhuis uh, ja, weer, weer, weer kleiner moeten worden. Ja. Want ja, we hebben ook te zorgen op een andere locatie binnen de regio. En dat wordt dan wel vaak door de burger vaak niet gezien. Van ja, maar we zijn niet bereid om naar de andere kant toe te rijden. En dat is natuurlijk ook wel een hele lastige om dan te zeggen van oké, okay, moeten we dan overal faciliteren? Of moeten we als burger ook gewoon akkoord gaan met het feit, ja, soms moet je een kwartiertje verplaatsen of een half uur en Limburg uh, is niet zo groot dus als je. Uh, een uur omhoog rijdt, een uur rijdt, waar ik gewoon, zeg maar, heb je heel limburg gehad. Maar het is niet zo dat je van Maastricht naar uh, de Gennep-achtige kant, zeg maar, of richting de Eindhoven kant, dat je daar twee uur over doet. Dus het is een beetje afhankelijk hoe je moet rijden. Maar je hoeft het natuurlijk ook niet allemaal te doen als gemeente zijn. Terwijl dat dus blijkbaar wel de opdracht is, ja. dat is natuurlijk ook wel een heel lastig. Ja, en er zit soms ook wel een spanningsveld tussen, inderdaad. En... Maar wat het ook vooral is, kijk, je redeneert soms ook vanuit jezelf. Als ik dan kijk naar mezelf, ik ben mobiel, ik heb een auto voor de deur, uh, ik kan me verplaatsen, dat is hartstikke makkelijk. Maar stel, je hebt een, een handicap of je bent oud, uh, je kan geen auto meer rijden, je bent vold, afhankelijk van het openbaar vervoer, wat is dus al heel sterk is uitgekleed. En waar, precies als je geluk hebt. Um, dus ja, daar moet je natuurlijk ook wel naar kijken, dat dat soort voorzieningen voor deze doelgroep wel ook bereikbaar blijven. Hè. Pinautomaten zijn werk ik me overigens in de gemeenteraad destijds ook nog sterk voor gemaakt. We hebben er eigenlijk volgens mij nog maar eentje over in de hele gemeente en die het dan ook nog heel vaak niet doet. Dat um, ja, zijn die gele hele geldmaten. Ja, de geldmaten. Tegen, uh... Ja, die doet het ook nog heel vaak niet. Ja, en het zijn dan, het zijn allemaal waarvan je denkt van ja, hè, het, is een, het gaat om een penautomaat. Tegenwoordig wij doen toch alles hè, met de bankpas of zelfs via de mobiel. Uh. Maar niet iedereen. Kan dat of, of is dat toe in staat? En het is wel van belang om die basisvoorzieningen wel te behouden. En daar is een gemeente vaak ook wel voor. Um, maar dan moet die gemeente daar wel ook nog toe in staat zijn. En niet zeg maar gegijzeld worden door taken die vanuit Den Haag daar zijn neergelegd. En als Den Haag zegt, ik vind het belangrijk dat de regio het uitvoert. Hein, want dat kan ook best. En dat dat, dat dat uiteindelijk ook wel de conclusie is. Dan moet er wel extra geld naartoe. En dat gebeurt nu niet. Maar dan kijken we naar de rijksbegroting en zeggen welk geld? Ja, nou ja, dan moet er gekeken ja. worden. Hè. Uiteindelijk, zeg maar, is dit ook geld? En moet, ja. en moet, zeg maar, dan hier, want dat hebben we jarenlang al moeten doen. De, de OZB omhoog gegooid, de afvalstofwervingen, noem ja. maar op. Ja, we kunnen niet blijven bezig blijven hè, met uh, verhogen van die belastingen, ook lokaal niet. Uh, want wat je, wat, hè, wat je zo ziet, is dat heel veel mensen überhaupt al worstelen met. Rondkomen, twee mensen met middeninkomens die denken van ja, gaan boodschappen doen. Nou, goed. Ik denk dat iedereen ondertussen wel in de gaten heeft hoe duur de boodschappen zijn geworden. Ja, die, die lopen wel op enig moment tegen problemen aan. En als je dan ook nog komt dat er ook nog eens vanuit de gemeente ook weer een belastingverhoging aankomt, ja, op enig moment uh, kun je dat natuurlijk ook niet meer, uh, niet meer vragen. Ik, ik vind het heel fijn om zo met jou hierover te praten, want ik hoor aan de ene kant dat je heel veel kennis gaat meenemen ik ga er gewoon nog steeds vanuit dat je, gewoon, dat je gekozen wordt. Hè? Ik hoop uh, het. Ja. Uh, maar heel veel vanuit juist een kleine gemeente. En niet vanuit een grote gemeente en dan ja, de, de, de stap naar Den Haag is vrij klein. Dit wordt een hele grote stap. Ja. Um, je gaat heel veel kennis meenemen uit het Limburgse. En ik noem wel even Limburgse, niet alleen Zuid-Limburgse, ja, maar gewoon het, 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 het Limburgse. Waarbij Den Haag misschien ook wel een keer met de neus op de feiten wordt gedrukt, dat het inderdaad een veel breder land is dan dat we zelf denken. Het is een heel klein, compact land. We kunnen heel veel dingen op heel korte termijn met elkaar regelen. Want je hoeft niet zoveel kilometers te rijden, of fietsen of wandelen of welke vorm je ook kiest. Um, maar het is wel heel belangrijk dat we, dat we de. Ja, en dat, dat klinkt dan negatief, dus ik probeer even een ander woord te zoeken. De, de andere kanten van het land uh, uh, niet vergeten. En die juist misschien nog wel beter faciliteren dan het hele innerlijke cirkeltje uh, randstad, zijnde. Dat je daar, als je daar heel veel input in geeft. Uh, en natuurlijk is dat ook geld, want het komt gewoon ook heel vaak op geld. Dat je daar ook heel veel terug uit kan krijgen. Want ja. De mensen die in de Randstad wonen, komen inderdaad heel graag op vakantie hier. En heel graag in Groningen en Friesland. Um, maar ja, als je daar niet op investeert, dan, ja, wat blijft er dan nog over? Behalve één snelweg die naar uh, Frankrijk toe gaat waarschijnlijk. Ja. Uh, want België wil je dan ook niet zijn. Dus dat is een beetje het, 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 ja, het, 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 hetgene wat natuurlijk wat je denk ik wel heel goed kan meenemen daarin. En wat voor de kiezer naast, van ja, degene die op jou gaat stemmen nou, wel echt een, een stem daarvoor terugkrijgt. In ieder geval zo hoor ik het nu en ja. ik hoop dat je dat inderdaad ook echt gaat, gaat en kan lukken daar. Um, ja, ik, ik kan nog honderd vragen stellen, maar uh, <laughs> dan gaan we volgens mij naar een hele lange podcast. En het begint, zelf als gisteren, opeens mijn teller gaat gewoon naar nul toe en begint opnieuw te tellen, terwijl die gewoon doorloopt. <laughs> dus ik ben een beetje te het kijken tot een bericht aan de, dat, dat uur natuurlijk zitten. Zijn er punten waarvan jij zegt van nou, ik, daar wil ik nog wel wat over vertellen of daarvan... Ik denk dat we best wel veel onderwerpen ja. uh, samen ja. besproken ja. hebben, zo gedurende uh, ja, de podcast. En ja. dat is eigenlijk ook wel de punten die ik echt super belangrijk vind. En ook vooral, inderdaad, met name het belang van, dat, van die regio. En dat is ik. Ik kom daar zelf specifiek uit Zuid-Limburg, ja. maar je benoemde het al. Het gaat eigenlijk ook over heel Limburg. Dat ik dat wel echt heel erg belangrijk vind. En die, die punten die we net bespraken, ja, die zijn best wel divers. Hè. Het gaat van de, van de gemeentefinanciën tot, tot de leefbaarheid van het platteland. En dan kun je aan allerlei verschillende dingen denken. En daar heb ik denk ik wel heel erg uitvoerig uh, over gehad. Dus ja, ja, ik denk dat ik mijn punten wel kwijt uh, heb gekund. Ja, de, 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 ik, ik heb eh, niet zoveel te zeggen. Behalve dat zeg. uh, <laughs> <laughs> ook je echt supergraag wil bedanken. Ik vond het echt een heel fijn, fijn gesprek. Ik vond het ik ook wens een heel leuk Veel succes. Uh, uh, deze podcastreeks gaat gewoon door. Want ik zit gewoon morgen met een he hele jonge partij uh, uh, om tafel. Om daar eens kijken hoe. Hij uh, ja, valt ook onder jongeren. Maar <laughs> hoe jongeren kijken naar, uh, naar uh, hoe uh, de, de politiek uh, uh, eruit zou moeten zien en welke stem. We daarin hebben. Ik ben juist heel blij dat. Je bent dertiger. Er zitten een aantal dertigers in deze reeks. Dat vind ik echt super fijn. Ik heb de afgelopen jaren heel vaak gezegd: ik snap niet wel tot er niet meer dertigers in de Tweede Kamer zitten. Want ik moet op iemand stemmen. En dat doe ik toch liever in mijn leeftijdsgenoot dan tot ik, zeg, maar iemand 30 jaar ouder. Uh, niks tegen Frans Timmermans <laughs> of tegen. Uh, ik weet niet hoe oud Pieter Omzicht is, Pieter Omzicht of. Uh, hè. Maar um, uh, tot het toch heel vaak, inderdaad, wat je ook even in het begin zei. Ja, het zijn toch heel vaak wat oudere kandidaten die op zo'n lijst staan. En het is heel fijn dat uh, de jongere generaties nu ook een stem krijgen. En dat zie je ook meteen terug in hoe dan politiek gevoerd wordt en wat de resultaten uit, daaruit zouden kunnen, kunnen komen. Want je gaat gewoon een andere gedachtegang daarin zitten. En BBB-gedachtegang is natuurlijk al sowieso een stukje anders dan we eerder hebben gezien. Maar dat hebben we gisteren ook gehoord in de, in de, in de podcast met de uh, Libertaire Partij. Dat is nog een hele andere gedachtegang. En de komende podcast maken we nog een aantal andere gedachten in. Dus uh, blijf vooral uh, luisteren, zou ik zeggen. Abonneer je. Um, dan krijg je in ieder geval te horen wanneer uh, de nieuwe podcast online staat. Um, heb je deze nu geluisterd? Denk je. Ah, dat was super fijne audio. Uh, de volgende staat ook gewoon weer met beeld online. Dus je kunt ook gewoon met beeld uh, uh, kijken. En um, that's about it, denk ik. Want ja, ik ga morgen gewoon weer verder. Dat is <laughs> is dus voorbij gevoel. Nou, dus nogmaals succes. Heel veel, ja, ja, heel veel succes de komende twee, drie weken nog. Ja. Ja, het gaat snel. Het gaat heel snel ja, nu. En dan ja. uh, is het uh, met z'n allen stemmen, mits je boven de 18 bent, uh, op uh, woensdag 22 november. Dankjewel. Nogmaals dank je inderdaad.